Het museum het Valkhof zal moeten sluiten als er geen extra geld komt om het achterstallig onderhoud aan te pakken. Dat heeft het museum in een brief aan de gemeenteraad van Nijmegen geschreven. Wat onderhoud betreft voornamelijk de klimaatbeheersing en de beveiliging. Er is op korte termijn 2,7 miljoen euro nodig. Om echt alles op de rit te krijgen is 6,7 miljoen nodig. De raadsleden laten weten dat ze het plan van het museum gaan onderzoeken. De fractievoorzitter van de SP, Hans van Hoofd, is bereid om met zijn partij extra geld te investeren in het museum. Hij zegt dat er verschillende scenario's zijn voor het museum die eerst nog onderzocht moeten worden. De partij wil hoe dan ook niet dat het museum gaat sluiten. Wendy Gutters, fractievoorzitter van de stadspartij DNF, vindt dat het museum eerst met een goed plan moet komen, wil de gemeente geld in het museum steken. De partij zal kritisch naar een plan kijken en zal het pas kunnen beoordelen als alle stukken zijn onderzocht. Grutters vindt het museum een belangrijke publiekstrekker voor de stad en zal dus serieus naar het plan kijken, maar zal niet zomaar ergens geld in steken. D66 gaat in het kader van de coalitievorming nog geen uitspraken doen.